Welkom beste kijkers bij alweer de vierde aflevering van ZZ Leiden TV hier in de prachtige studio van Sleutelstad. Het wekelijkse studioprogramma van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. Straks komt hier aan tafel Rob van Hoven aanschuiven. Hij is bestuurslid technische zaken van ZZ Leiden. En hij gaat alles vertellen over het technisch beleid, over de jeugdopleiding, het contracteren van spelers. Maar eerst nog even terug naar afgelopen zaterdag in Den Helder. De twee koplopers tegen elkaar en Zorg en Zekerheid Leiden blijft ongeslagen. Zij wonnen in Den Helder van de Suns met 85-93. En eerder vandaag sprak Niek van Bemmel met hoofdcoach Geert Hammink nog even na over die wedstrijd. Met welke opdracht stuurde jij het team het veld in? De opdracht was om te kijken of we met hoge concentratie de volle 40 minuten kunnen volmaken. Nou, we weten ook dat volle 40 minuten lastig is, maar in ieder geval meer dan de afgelopen wedstrijden. En we zijn nog steeds aan dat proces om te kijken of we die aantal minuten van de 40 kunnen verhogen. We hebben zeker aandacht gegeven aan het feit dat zij een zeer goed passend team zijn. Dat zij door het delen van de bal hun grote mannen vaak in positie krijgen inside in pick-and-roll situaties. We hebben in de training en de aanloop van de wedstrijd, in de aanloop naar de wedstrijd toe, hebben we dat behandeld. Ik denk dat we de topscorer en de toprebounder van Den Helder goed onder controle hebben gehouden. Aanvallend liep de combinatie tussen Worthy en Nezekwesi erg goed. Worthy had volgens mij iets van 10 assists, waarvan volgens mij de meeste op Emmanuel. De agressie richting de basket, was het ook bewust om hun lange mannen meer onder druk te zetten en eventueel fouten uit te lokken? De meeste van de tijd dat wij pick-roll spelen, of in de voorgaande wedstrijden, droppen zij de verdediger, de grote man die het pick zet, droppen ze terug. Dus we hebben zeker behandeld dat we hem aan wilden vallen. Of dat nu welke big dat van hen ook was. Dan als we in de bucket komen of in de lane komen, dan hebben we zeker ook in de aanloop naar de wedstrijd toe behandeld dat we wilden kijken naar de tweede en de derde optie. Bedoelende, als je de bigs aanvalt, heb je misschien je eerste dezelfde kans om een lay-up te lopen. Maar we hebben nadruk gelegd om de bal te delen en kijken weak side en strong side voor de kick-out en dan de close-out aanvallen. Hebben we redelijk gedaan. Maar natuurlijk was Worthy inside meteen dreigend. En Den Helder heeft de neiging, de tactische opdracht ook om te collapsen. Om iedereen in de bucket te laten verdedigen. Om in ieder geval rond de basket sterk te staan. Maar Worthy wist Emmanuel veel te vinden. En anderen ook. Ik denk niet dat ze alle 10 op Emmanuel waren. Maar Worthy was belangrijk natuurlijk in deze. Aanvallend liep het eigenlijk de hele wedstrijd wel goed. Verdedigend, de eerste drie kwarten. Ja, ik kan me voorstellen dat je af en toe gedacht hebt van oké, hier moet wat extra aangetrokken worden. Wat heb je gezegd na het derde kwart dat het ineens die intensiteit zo verhoogd werd? Niks eigenlijk. Jongens hebben dat zelf opgepakt. Het is inderdaad zo dat de intensiteit verdedigend de eerste drie kwarten niet op het niveau waren. Met uitzondering van 8 minuten, denk ik. Van de eerste 30 was het goed. Maar de rest had beter gekund. Je hebt ook gelijk dat aanvallend eigenlijk relatief constant was. De gehele 40 minuten was eigenlijk goed. Maar het was opeens zo dat het klikte. De agressiviteit vooral rond de perimeter was bijzonder hoog niveau. Forceerde turnovers. We zaten dicht op de huid van de balhandlers. En alles werd gewoon moeilijker voor Den Helder. En voor ons makkelijker. Ja, aangeschoven hier in de studio is de hoofdgast van deze week, Rob van Hoven, bestuurslid technische zaken van Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal. Welkom Rob. Dankjewel. Laat mijn geheugen mij in de steek als ik zeg dat jij vanaf het eerste uur al bij ZZ Leiden bestuurslid bent. Inderdaad, direct na de... Nee, zelfs al bij de inside bij de Kamer van Koophandel was ik er al bij. Er zijn natuurlijk een paar mensen geweest die hebben de aftrap gedaan. En ik ben gelijk eigenlijk vanuit BS Leiden aangesloten bij... ZZ Leiden. Dus dan hebben we het over een jaar of 16 geleden, hè? Ja. Time flies. Kun je ons iets vertellen wat jouw functie inhoudt? Als je het bij de voetbalclub zegt, ze meestal technisch directeur. Ik ben verantwoordelijk voor de jeugdteams. Verantwoordelijk voor het eerste. En als het niet goed gaat, dan moet je eigenlijk bij mij zijn. Dat hoor ik dan ook vaak, hè? Dat het mijn schuld is als we geen kampioen zijn geworden.
Dat hoort erbij. Maar inderdaad, als je het inzoomt, aanstelling van de coach, het halen van de spelers. Natuurlijk doe je dat niet alleen. Hè, dat doe je in samenspraak met de coach. Ik vind dat zelf heel belangrijk, omdat je moet een coach nooit een speler geven die hij niet wil. Althans, dat is mijn visie. Gebeurt in andere clubs wel eens anders, heb ik begrepen. Maar je doet het samen. Uiteindelijk, ja, de bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij mij in dit geval. De resultaten op het veld, ja, daar hebben we het aan het eind van het seizoen natuurlijk met Geert over. 5 keer gespeeld, 5 keer gewonnen. Zit hier een tevreden, ik wou toch zeggen technisch directeur, ja, bestuurslid technische zaken. Hoe tevreden ben je? Nou, ik ben op dit moment eigenlijk heel erg tevreden. Als je ziet wat er in een korte tijd is gebeurd. We zijn natuurlijk slecht gestart, hè, voor de break. Dat was heel slecht. Spelers weg. Heel veel speculaties. Waarom zijn al die spelers weg? Nou, ze zijn allemaal vertrokken omdat ze het hier of niet uithielden met corona. Of omdat ze liever toch ergens anders misschien nog naartoe zouden willen. Nou, en spelers die niet hier willen zijn, die moet je ook vooral niet houden. En dan ga je bouwen. Dan zie je met een paar die we al op de korrel hadden erbij. En dan valt het, voor een gedeelte valt het heel erg goed. En dan krijg je 5 uit 5. En ik moet zeggen dat ik met name afgelopen wedstrijd wel heel erg verrast was over wat ik gezien heb. Wedstrijd in Den Helder, voor de mensen die het heel misschien gemist hebben. Leiden won met 8 punten. Had geloof ik een 22-4 run, hè, in het laatste kwart. Klopt. Wat viel jou daar nou vooral in op? Nou, wat je dan ziet is dat we hebben het een tijd lastig. Je ziet ook dat jongens, omdat we natuurlijk niet zo'n hele grote rotatie hebben, voorzichtig spelen. En dan zie je in dat vierde kwart zie je terug wat ons vaak kenmerkt. Een ploeg die dan nog eventjes 40% extra gas geeft, de teugels aantrekt en er dan gewoon overheen gaat. Ik vond hier kenmerkend in deze wedstrijd dat ze de guard van Den Helder uitschakelde, die jongen van Van der Vuurs de Vries. Speelde een hele goede eerste helft. Die legden wij aan banden. Je zag dat eigenlijk Den Helder geen antwoord had. Of niet wisten hoe ze de andere spelers op een x-moment weer aan de ballen kregen. Ja, en daar lag de sleutel tot het succes. Als we inderdaad naar de ploeg van dit jaar gaan, en dan vooral de jongere spelers, je noemde net ook al de rotatie, maar wat je dan dus ook ziet is dat jonge spelers of echt doorgroeien nu en ook veel speeltijd krijgen. Ook met Romano, Jamairo, Mees die is aangesloten. Ja. Wat vind je van die ontwikkeling? Nou, ik denk dat het een goede ontwikkeling is en die bij een club als de onze met een grote jeugdopleiding mag verwachten. Tegelijkertijd hebben wij natuurlijk altijd een verschil met bijvoorbeeld een Weert. En waarbij Weert volledig op jeugd is en aan het opleiden is. En bij ons is het altijd het verhaal, wij spelen a priori voor het kampioenschap. En wij willen daarnaast jeugd inpassen. Dus dat is een kenmerkend verschil. Wat je bij deze coach heel erg ziet, is dat hij veel sneller, noem het tussen haakjes, een risico durft te nemen om jonge spelers te brengen. En dan zie je eigenlijk dat het geen risico is. Want ik heb heel veel wedstrijden, of althans in die 5 heb je nu gezien, dat die jonge spelers er gewoon goed staan. En dan zie je wel het verschil. Afgelopen week vond ik een mooi voorbeeld. Dan zit je in een wedstrijd waar het tegenstander gewoon heel goed is. En dan zie je dat het voor de jeugdspelers een stuk lastiger is. Nou, dat is voor mij eigenlijk ook een hele logische stap als je dan nu naar Marijn kijkt. Hè. Marijn, het is genieten. Ik vind het echt genieten als je zit te kijken. Maar dan zie je ook hoeveel jaar het heeft geduurd voordat een speler op dit niveau komt. Dus als je nu bijvoorbeeld ziet een Romano, 16 jaar. En nog nooit gehad, zo jong bij het eerste. 16 jaar, natuurlijk nog heel veel fouten maakt. Maar dat hoort bij het leerproces. Maar moest kijken hoeveel jaar hij nog kan voordat hij net zo oud is als Marijn. Dus, ik denk, ja, want Marijn is 21, denk ik. 22 verschillende. Dus ja, dat is precies. Ja. Ja. En dan zie je, ik denk Marijn heeft altijd bij ons in de jeugd gezeten. Altijd aan de bovenkant. Nederlandse selecties bij aangesloten of er net tegenaan. Dan zie je als het goed valt, en met goed valt bedoel ik dan, een speler heeft meer dan alleen de technische know-how. Kijk, Marijn kan is natuurlijk ook een verschrikkelijk intelligente speler die het spel echt perfect leest. Dan komt erbij een verhaal dat hij zich vrij kan maken vanwege opleiding. Hij zit wat makkelijker in de mogelijkheden om te trainen, maar we hebben daarnaast ook een spel op dit moment waarin hij uitermate rendeert. Want kijk maar eens als je hem in ziet snijden. Ja. Ja, dat zijn mogelijkheden die we in andere spelsituaties in de afgelopen jaar niet hadden. Dus je ziet met name dat hij daardoor nog meer tot wasdom komt. En
ik vind het mooi om bij hem te zien hoe hij nu op sommige momenten echt als een echte leider in dat veld loopt. Dat is gewoon geweldig. Ik had jouw collega Niek van Bemmel was hier kort eerder vanmiddag. En hij had het ook over, hij is ook captain, hè, Marijn. We hebben vorige week een uitzending gehad. Je ziet hem dus ook inderdaad de veteranen, de ervaren spelers, de Amerikanen er gewoon bij trekken. Van jongens, nu bij elkaar en nu moeten we dit doen. Ja. Dus ook een ontwikkeling los van zijn eigen spel, maar ook als leider van het team. Eens. En wat ik daarnaast dan zeker een groot compliment geef aan Geert. Geert heeft niet zoveel met sterrenallures en dat soort zaken of grote namen. Heb je goed getraind, ben je ervoor gegaan en ben je klaar, dan speel je. En het meest frappante daarin vond ik ook dat je gewoon zag dat Marijn bleef starten toen Carrington Laf hier was. Dat geeft spelers natuurlijk ook waanzinnig veel vertrouwen. Dus. En als we scoren is niet alles, maar Marijn maakt dus 41 punten in 2 wedstrijdjes. Hè? Dus dat is wel, gaat als een raket. Ja. Ja, heerlijk. Je noemde inderdaad al Geert zijn aanpak met de trainingen. Van oké, belangrijk om goed te trainen. En dan kijk ik inderdaad niet zozeer naar reputatie, maar ook hè, wat breng je op de training. Zijn dat dingen waar Geert ook met jou op reflecteert? Of waar jij misschien mee komt of waar hij mee komt? Nou ja, wij spreken wel geregeld, maar niet zoveel als je normaal gesproken gewend bent. Want door corona blijf ik eigenlijk zoveel mogelijk uit de zaal. En normaal gesproken ben ik altijd wel 3 keer in de week. Maar nu zijn er gewoon ook weken, laat ik het allemaal lopen. Omdat ik vind, je moet risico's voorkomen nu. Dus we spreken elkaar wel aan de telefoon. Daarnaast vind ik het heel belangrijk dat de coach zich vrij voelt om zijn zaak te doen. En wij hebben met name onze gesprekken over ontwikkeling van spelers. Hoe gaat nou die jeugdspeler? Wat hebben we nou gezien? Afgelopen zondag zitten we nou ook even terug te praten over de wedstrijd. Wat hebben de jonkies gedaan? Nou, dan evalueer je even. Romano komt erin. Wat gebeurt er? Hoe komt het dat dat gebeurt? En dan zegt hij vervolgens, ja, dat ga ik nog doen op trainen. Nou, daar zitten met name onze gesprekken in. Juist. Kunnen die jongens eigenlijk momenteel bij een ander team trainen? Of ligt dat echt helemaal stil? Zitten ze nu alleen maar bij het eerste? Ja, ze zitten op dit moment. Misschien een soort van gunstig. Dat is aan de ene kant is dat heel gunstig. Omdat ze nu eigenlijk fulltime beschikbaar zijn om bij Heerenveen te trainen. Er zit wel een ander nadeel aan voor de jongens die minder minuten maken. Of maar een paar minuutjes. Is er nu geen fullback. En normaal gesproken hebben we dan nog het verhaal zaterdag Heerenveen en zondag bij een jeugdteam. Ja, dus er zitten voordelen, maar zeker ook nadelen aan. Omdat ik zelf altijd vind dat jongens moeten spelen. Spelen. Helder. Je vertelde al, Rob, iets over de jeugdkant, jeugdteams. Volgens mij zijn er 3 onder de vlag van zorg en zekerheid momenteel. Ja. Ja. Kun je iets meer vertellen over hoe dat in elkaar zit? Wat is de visie van de club op het ontwikkelen van de jeugd en vervolgens ook de jeugd laten aansluiten bij het eerste? Ja. Onze jeugdopleiding is breder dan alleen die 3 teams. Hè. We hebben onder 12 en onder 14, dat is ondergebracht bij BS Leiden. Natuurlijk onze moederclub, dus dat is 1 lijn. Onder 16, onder 18 en onder 22 zitten bij ZZ. Wat hebben wij voor afspraken? Wij hebben eigenlijk vanaf de onder 14 tot en met de onder 22 zijn er maar een paar basisafspraken. En die basisafspraken, dat is eigenlijk het enige waar met elkaar over gesproken wordt onder de coaches. En we zetten primair in op de ontwikkeling van het individu. Nou, dat zie je verschillen in keuzes die er gemaakt worden. Wij zijn 1 van de 12 opleidingsclubs in Nederland. En sommigen zetten een hele strakke lijn in, van af de jeugd tot en met het eerste. Kijk, wij hebben natuurlijk te maken met wisselende coaches bij Heerenveen. Waardoor ook andere ideeën binnenkomen in de club, andere lijnen. Als je bijvoorbeeld kijkt naar dit jaar en vorig jaar, dan zie je dat Geert op een aantal dingen weer heel erg verschillend denkt en kijkt dan ten opzichte van Rolf. En dat is met alle coaches. En wij hebben dus steeds gezegd van de focus is promotiedivisie met de jeugd. Promotiedivisie halen, dat is het hoogste amateurniveau. Ja. En voor degenen die er bovenuit steken, kijken of we die kunnen doorontwikkelen bij Heerenveen. Nou, dan krijg ik vaak een vraag, ben je daar dan in geslaagd? De criticaster zegt dan van ja, Marijn is de enige. Dat is denk ik ook zo. Er lopen op dit moment nog een paar andere jongens rond. Een paar zijn er al aangesloten. Er zijn nog een aantal jongere jongens die het potentieel hebben. Maar in een tijd van 6 tot 8 jaar kan er gewoon heel veel gebeuren. Dus je ziet eigenlijk de afgelopen jaren hoeveel er ook afhaken.
En het afhaken zit op meerdere fronten. De een zegt, ze krijgen geen kans. De ander zegt, ze moeten ook eens wat meer doen om een kans te pakken. Nou, het zit denk ik voor een groot gedeelte in het midden. Jonge jongens moet je stimuleren. Maar de weg naar een heren 1 plek is echt een hele lange weg. In welke mate ben je tevreden met het niveau van de jeugdopleiding op dit moment? Ja, zelf denk ik dat de lat eigenlijk nog hoger moet. Maar dan ben je afhankelijk van een aantal zaken die we niet kunnen beïnvloeden. Dat is enerzijds de relatie met het onderwijs. Kinderen moeten toch vaak naar school en school is gewoon belangrijk, dat onderkennen wij ook. Maar je zou eigenlijk het liefste willen hebben dat ze 5 dagen 2 keer kunnen trainen. Nou ja, dat zijn situaties die wij hier niet hebben. Wij hebben niet à la een Weert een combinatie met een school waarop alles aangepast wordt. Dat is echt iets wat een vurige wens is, maar vind maar een opleiding hier die daar aansluit. Die is hier niet in de omgeving. Dus dan zouden jongens naar Rotterdam moeten om daar op school te gaan en dan daar op een opleidingsinstituut. Of in Amsterdam. Heel bewust zijn er nu ook jongens die zeggen, ja, kies toch voor Leiden en dan doen we het met minder uren. Maar de aansluiting bij Heren 1, dus het dubbel trainen, is niet optimaal. Dat is één belangrijk aspect. Een tweede aspect, en ja, dat is natuurlijk ook altijd geld. Mm-hmm. Een jeugdopleiding kost ook een paar centen en dan mogen wij ons wat dat betreft op de borst kloppen. Heel blij zijn. Wij hebben goede trainer-coaches. Allemaal jongens die de complete vrije tijd in die team steken. Die krijgen wel een kleine vergoeding, maar dat is niet een vergoeding waar een gemiddelde, wat je bij een amateur voetbalclub terugziet. Het zijn allemaal hele kleine bedragen, heel veel investeren en je krijgt er weinig voor terug. Dus als je nu zegt van waar kan je scoren, is intensiever, uiteindelijk betaalde krachten. Dan kan je nog meer rendement gaan halen. Dan krijgen we ook de Benelink, hè? Al na de zomer meteen. Denk je dat dat nog voor jeugd het ook extra aantrekkelijk maakt om die jonge talenten om in deze regio toch te blijven, Nederland-België? Ja, dat is heel dubbel. Hè? Dat als wij ons huidig team gebruiken om tegen de Belgen te spelen en je wil echt serieus meedoen, dat er nog wel wat bij moet komen. Nou, dat impliceert dat erbij komen heeft altijd een effect op jeugd. Hè? Want naarmate je meer goed opgeleide spelers binnenhaalt, schuift bijna automatisch de jeugd een plekje door. Dus enerzijds verwacht je dat er meer plek komt. Hebben we dit jaar ook gezien met de uitbreiding van de competitie. Maar het kan ook wel eens het effect hebben dat alle clubs meer gaan inkopen. Dus echt wel koffiedik kijken. Je noemde het al een beetje, Rob, van elk voordeel heeft soms een nadeel. Daar zit ook een punt in met, stel je leidt een speler op die goed wordt en op een gegeven moment vertrekt hij alsnog. Heb je zoiets van that's all in the game? Dat is eigenlijk een bevestiging van het talent. Of zeg je van, hey, daar moet wat aan gebeuren om zo'n speler ook beter te kunnen vasthouden? Er moet in ieder geval wat aan gebeuren. Kijk, wij hebben door de jaren heen intern al vaker discussie gevoerd. En dat is ook geen geheim van, willen wij nog doorgaan met een jeugdopleiding die x euro's per jaar kost? Of zeg je gewoon van, ja jongens, wat je eruit haalt is procentueel gezien laag, schuine streep. Als ze er dan zijn, dan kunnen ze zo weggekocht worden. Want wat gebeurt er? Het hele basketbal draait op agenten. Er is dus niemand die een contract heeft bij de club. Jeugdspelers over het algemeen het eerste jaar, eerste 2 jaar. En dan krijgen ze vrijwilligersvergoeding, dat soort dingen. Maar daarna wordt het iets serieus en is er een agent. En op het moment dat ze bij de agent zijn, dan zal ik niet zeggen dat je verloren bent, maar dan kunnen ze alle kanten op. Dus dan worden wij op dat moment, ook als je ze gewoon opgeleid hebt, wij moeten ook voor die speler gewoon gaan betalen. Wat er eerst zou moeten komen is een systeem wat je bijvoorbeeld wel in het voetbal hebt, is een opleidingsvergoeding. Hier kan iedereen de deur uitlopen en zeggen tot ziens. En dat is iets waarvan je wil je nog meer gaan doen. En ik denk als zo'n systeem komt, dat clubs ook automatisch meer gaan investeren. Want het wordt de moeite waard. Ja, volgens mij werkt het in bepaalde sporten inderdaad zo van een bepaald percentage, dacht ik, van de transfersom. In ieder geval is een bepaalde berekening bij van, dat hoor je nog wel eens, een speler die bij een klein eredivisie ploegje is begonnen, die gaat naar Real Madrid en dan wordt dat zo helemaal teruggerekend en dan krijgt die club
daar nog een bepaalde vergoeding voor. Ja, kijk, je zou bij wijze van spreken, maar dat is allemaal invulling natuurlijk, eens na kunnen denken van voor ieder opleidingsjaar is er een bepaald bedrag en eventueel gerelateerd aan een contract nog een bedrag erop. Dat moet ook weer niet de boel tegenhouden dat spelers kunnen gaan, hè, want je ziet natuurlijk ook andere dingen. Dat is, als je wat meer vanuit de amateurgedachte denkt, dan zeg je misschien van ja, misschien komen ze wel een keer terug. Dat misschien gebeurt wel, maar dan is het vaak aan het eind van de carrière. Helder. Rob, je vertelde het in het begin al, oktober, spelers gewisseld. Nou, dan als iemand geen EU-burger is, moet hij recht hebben om in Nederland te verblijven en te werken en te spelen. Kun je dat proces eens uitleggen van hoe krijg je een speler van buiten de EU speelgerechtigd? Misschien is het handig om even het beeld te schetsen hoe wij omgaan met het selecteren van spelers. Graag. Allereerst aan het begin van het seizoen, aan het eind van het seizoen maken we natuurlijk al een plaatje voor het nieuwe seizoen. Dan weten we wie kunnen we houden, wie kunnen we niet houden. Nou, om je voorbeeld te schetsen, Jarvis Williams, daar zijn we tot ver zelfs tot begin augustus nog mee bezig geweest om die hier te houden. Dan zie je dus toch dat er een bod, en dat bod mag hij ook niet weigeren, laat ik daar heel eerlijk in zijn. Dat is zoveel geld en dan gaat hij. Maar op dat moment hebben wij al de lijnen uitgestippeld voor wat we willen. Enerzijds is het natuurlijk altijd gerelateerd aan je budget. Budget is altijd lijnend. En dan weten we vaak wie we als Nederlandse speler zal hebben. Daar hebben we in de tussentijd hebben we nog wat contracten proberen te verlengen. Amerikanen proberen we te houden als ze een kans van slagen hebben. En anders gaan we op zoek. En het op zoek, dat was natuurlijk vroeger. En die geluiden hoor ik nog wel eens terug van we pakken een dvd'tje. Nou, de tijd van de dvd's is wat dat betreft natuurlijk helemaal achter ons. We hebben, er zijn een aantal partijen op de markt. Instead is er bijvoorbeeld een van. Kan je een abonnement nemen? Als je daar abonnement op neemt, dan zie je tot vorige week alle wedstrijden. Je kan alle beelden zien, alle stats. Tot 26 nulletjes achter de komma, alles is te zien. Dan zie je bijvoorbeeld Martin Howard doet daar heel veel in. Die is zo ontzettend goed in die hele wereld van die stats. We hebben ook een eigen database gebouwd, heeft Martin gedaan. En daar zitten een aantal spelers in van de laatste jaren vanuit college. Die volgen we heel nauwgezet. En zo komen we uiteindelijk tot een aantal spelers gebaseerd op het profiel wat in ieder geval de coach graag wil hebben. En heel eenvoudig voorbeeld is, je kan een speler met zijn gezicht naar de ring laten spelen of met zijn rug. Maar dat is heel essentieel voor je zoektocht. Nou, uiteindelijk heb je die profielen, dan ga je zoeken, dan blijven er een x-aantal over. Zodra die x-aantallen over zijn, dan gaan we wat meer bij elkaar zitten, nog een keer beelden. Nou, dan houden we er meestal 2 tot 3 over. En dan gaan we contact zoeken met de agenten. Want nogmaals, alles via die agenten. Dan zie je aan het begin van het seizoen alles afhouden. En zeker naar Nederland. Hè, want wij komen toch altijd wat laat in de rij. Zeg maar vaak een van de laatste in de rij om Amerikanen naartoe te brengen. Behalve een paar agenten die weten wat ze hier in Leiden kunnen krijgen. En ze weten heel goed dat Leiden ook een springplank is. Want we worden door de jaren heen gevolgd. Want we hebben echt veel spelers die goed terecht zijn gekomen. Ja, je noemde Jarvis Williams al, hè? Die heel mooi contract. Darius Thompson, een hele mooie dikke contract in Italië. Precies, dat is natuurlijk geweldig. Maar zo zijn er meer die elders een hele goede carrière hebben gehad. Nou, dan hebben we op een x-moment hebben we de speler, die hebben we binnen. Dan zeggen we, die gaat het worden. En dan hebben we altijd een scheiding van taken. En dan is het dat Marcel doet altijd de financiële kant. En dat is gewoon heel zinnig om dat te scheiden, omdat je wil graag een speler hebben. En dan is het maar beter dat je niet over de centjes gaat, want anders ga je misschien af en toe wel eens te makkelijk zeggen, nou, daar 5000 eurotjes bij in totaal. Maar aan het eind hebben we wel dan te weinig in de pot voor andere spelers. Nou, dan heb je dus, dan gaat het door. En ik praat dan natuurlijk over Amerikanen. Dan moet je er rekening mee houden, wat komt er allemaal nog bij? Standaard altijd tickets, heen en terug. Iedereen krijgt altijd 2 tickets. Standaard is dat in het basketbal. We praten overigens ook altijd over netto salarissen.
basketbal gaat altijd in netto salaris. Wordt hier natuurlijk later gebruteerd. Maar mm-hmm. onderhandeling is altijd netto. Mm-hmm. Er komt altijd standaard woonruimte bij. Wordt ook allemaal door de club betaald. En er wordt altijd een auto vergoed. Precies. Wij werken daarnaast wel met heel veel shared. Dus je zit samen met de andere speler in één appartement. Ja. Ja. Je hebt samen een auto. Ja. Maar dat zijn dus allemaal zaken die bij de kosten gaan optellen. Klein vraagje over die, die zegt inderdaad netto bruto. Komt daar voor iemand van buiten de EU of van Amerika komt er eigenlijk veel belasting bij? Het beeld is dat heel erg meevalt. Ja, dat is het. Dat heb je heel goed. Het is heel goedkoop om een Amerikaanse speler te halen. Omdat die vallen zogenaamd nog onder de 30% regeling. Noem het maar de expertregeling. Het gaat wel veranderen. Maar daar betalen we veel minder belasting voor. Dus dat is gunstig. Maar ja, vaak zijn natuurlijk ook de salarissen wel weer een stukje hoger. Dus ja, Het heft elkaar wel weer op. Dan heb je die speler, tickets zijn rond. In de tussentijd zijn we dan bezig met, ik vraag altijd de clearance aan. Dat gaat bij de FIBA, want je moet overgeschreven worden van de ene club naar de ander. Een soort schuldvrij verklaring, zoals we vroeger bij de amateurs hadden. Ja, de schuldvrij verklaring. Ja, dat je geen schorsingen meer hebt, geen schulden. Precies, geen schulden. Dan krijg je het verhaal inschrijven bij de basketbalbond, maar dat gaat tegenwoordig allemaal heel snel. En dan is eigenlijk het grootste stuk en het stuk wat ook de meeste tijd kost, is de gecombineerde werkvergunning met de verblijfsvergunning. En daar moeten we ook spullen voor aanleveren. Een soort antecedentenverklaring van de speler, die moet gebracht worden, ingeleverd worden. CV, je wil het allemaal niet weten. Een brief van de basketbalbond. Het is een vrij omvangrijk proces voordat je eigenlijk alles bij de IND hebt liggen. En dan is het wachten op de goedkeuring. En de IND is dan voor het verblijf en heeft UWV vanwege werk daar nog een rol in? Of is het dat, vroeger was het volledig alleen vanuit het UWV. En dan vroeg je de werkvergunning helemaal apart aan. Tegenwoordig is het gecombineerd. UWV geeft advies over de werkvergunning en IND over de verblijfsvergunning. Maar die krijg je wel in één keer het antwoord, het is akkoord. Nou is dat volgens mij redelijk snel gegaan door de laatste paar keer. Nou, we zijn nu Riley Lechance, de nieuwe guard, waar we vorige week al mooie beelden van zagen. Heb je een gevoel van, ja, is dat nog een kwestie van dagen, nog een paar weken? Kun je er iets van zeggen? Ik kwam hier net binnenlopen en toen kreeg ik een appje van Henriette, die de werkvergunningen aanvraagt via haar kantoor. En er was vandaag wel contact geweest, maar nog geen groen licht. Ik heb eigenlijk één laatste vraag. We hebben hier een camera staan, die zou je, als je dat wilt, kunnen pakken. Dan kijk je rechtstreeks de huiskamer in. Zou je wat tegen onze fans willen zeggen? Ja, tuurlijk. Jongens, we missen jullie. Dat is één ding. Die zaal is zo stil als wat. Maar we hebben jullie ook hartstikke hard nodig. Het zijn lastige tijden voor de club. Dus blijf achter ons staan. En ik hoop jullie snel allemaal weer te zien. Ja, dankjewel Rob. Mooie woorden voor onze kijkers, onze trouwe fans. Dank dat je te gast wilde zijn. We hebben ook een stuk beter beeld gekregen in het technisch beleid. Het werven van spelers, contracteren van spelers. En tot nu toe zien we daar de mooie resultaten van. Dus laten we hopen dat die lijnen zich voortzet. Ik zou willen zeggen, heel veel succes bij de volgende wedstrijd. Dat is woensdag alweer. Okay. Tegen Den Haag. We gaan ervoor. Dankjewel. Ja, hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van ZZ Leiden TV. Nog een leuke aankondiging voor de volgende uitzending. Dan gaan wij beginnen met onze quiz. En daar valt een mooie prijs te winnen, namelijk een vrijkaartje voor de livestream, waarmee je dus gratis kan kijken naar de thuiswedstrijd van ZZ Leiden. Nog even vooruitkijken in het programma. De uitwedstrijd die eraan zit te komen is niet op zaterdag in Rotterdam, maar is verplaatst naar zondag 2 uur vanwege de avondklok. En daarvoor zit nog een thuiswedstrijd van ZZ Leiden. Die is op woensdag 10 februari. De livestream gaat al live om 8 uur. De tip-off is om 20:30 en dan speelt Leiden tegen de nieuwkomer, de Hague Royals. Dus we hopen jullie graag te zien bij de stream of anders weer op dinsdag. Elke dinsdag 21 uur op Sleutelstad bij ZZ Leiden TV. Bedankt voor het kijken.